Hey there, welcome to a brand new episode of Music Express. My name is Twan, and in this week's vlog you will see my interview with Yves de Ruiter about his classic Back to Earth. But before we start with the interview, please make sure to subscribe to my channel, and very important, also make sure to click the bell button, because then you will get a notification the next time a new vlog is online. Alright, here it is, the story behind Back to Earth, my interview with Yves de Ruiter. Enjoy! Yves de Ruiter is a well-known name in the music scene since the mid-1980s. In my previous two interviews with Yves, we already spoke about his tracks Calling Earth and The House of House. For this week's vlog, I sat down with Yves to ask him about the story behind Back to Earth, a big classic which came out in the year 2000. For Back to Earth, Yves worked together with none other than DJ producer Mike Dieriks, aka Push. My first question to Yves was if he could remember meeting Mike for the first time. Oh, ja, dat was ook in Bonsai. De plaatwinkel, Blitz, noemde dat vroeger. Ja, en ook zo, ik zeg het, dat was allemaal, maar dat was al wel later, denk ik. Maar dan is dat ook zo, Mike zat bij USA Import. Ik kwam in, dat was, die kwam van USA Import. En die is dan naar Bonsai gekomen, omdat die sounds beter lag toen, denk ik. En ja, ook zo, ja, zo, ik zeg het, iedereen, dat is zo een beetje een orgie. Nee, geen orgie. Maar dat was zo, ja, familiaal en iedereen werkte met elkaar, weet je, dat was wel leuk daaraan. Ja. Wij zaten ook allemaal samen, de studio's waren daar allemaal. Nu is dat allemaal, ja, de ene zit in China, de andere in Amerika. Hè? Begrijp? Tot iedereen bij elkaar. Ja, nee, maar dat was toen zo. Dus ja, en ja, weet je, en met Mike heb ik ook de Rebel gemaakt. Ook Extreme Tracks en zo. Dus heel veel goede dingen gedaan met Mike. En ook met andere artiesten natuurlijk van Bonsai. Ja, want ik heb die album, ik heb van alles gedaan, Feel Free en zo ook allemaal. Hè? Ook wel goede klassiekers. Maar ja, met de mic heb ik dus de Rebel ook gemaakt. Dus ik denk, met een beste CD, met een beste verzameld CD, was toch wel met Mike meestal ook. Ik zeg het, maar ik heb met heel veel artiesten gewerkt en ik heb altijd met artiesten altijd wel goede tracks gemaakt. Zelfs bij artiesten, kan geen namen noemen, maar die eigenlijk minder tracks maakten alleen. En ik zeg het, met mijn input als DJ en al, dus mijn ideeën ook en al. Dat gewoon veel beter klikte gewoon. Ja, dat is, ik zeg het, dat, soms mist de producer iets. Mm-hmm. Of andersom. Allee, dus, dat klikt gewoon. Allee, dat moet ook nog klikken tussen de personen. Ja, ja, maar jij hebt ook jouw ervaring. Ja, wat ik zal zeggen bijvoorbeeld, en nu even over de Rebel. Die Rebel, als Mike die had gemaakt, die had nooit niet zo geweest, ook die break niet. Mike had die break ook nooit niet zo lang gemaakt. Ik wel, ik zeg Mike. Ik moet denken, mensen staan op een dansstoel, weet ik maar. Ja, ik bekijk dat anders als Mike, de producer of gelijk welke producer toen. Ja, was Mike nog geen DJ? Nee. Maar ik zeg het ermee, dat scheelde ook veel. Al die producers, nu die producers zijn allemaal wel DJ geworden. Ja. Omdat ze dat dan vragen, maar vroeger was dat niet. Nee. Vroeger waren de producers en de DJ's. Ja. Dus, en dan, ja, voilà. Back to Earth, die kwam uit in het jaar 2000. Was er iets? Ja, ze kwam even geleden. Was er iets ook waar de inspiratie vandaan kwam, of een andere plaat? Of? Ja, wel, maar dat, dus ook daarin, dus met Back to Earth, heb je weer datzelfde verhaal. Ja. Met Calling Earth en al. Ik had ook Factor Y in de tijd, daar zat dat ook in. Die gimmick, dat ding met dat stilvallen, dat is ook altijd mijn idee geweest. Hè? Met Calling Earth was dat ook met mijn Roel Butsen, dat ik zei, ja, ik wil zoiets hebben. Ja, we de mensen een beetje te kloten. Ja. Allee, op een goede manier, hè? Dus niet slecht bedoeld. Dat zo stilvalt, een beetje spelen met de mensen. Ja. En ik had dat dan ook met andere tracks. En Back to Earth is dat ook weer zo een ding dat mensen zeiden. Maar hoe komt het er nu op? Bij mij was dat zo van, je moet dat ook durven. Allee, je moet dat niet zeggen, maar je moet dat durven doen, vind ik. Ja. Je moet dat durven. Dat is het leuke, dat is spannende, vind ik. Dus dat bliepgeluidje, dat was ook dan jouw idee? Ja. Ja. Ja, wel ermee dat ik zeg, ik heb wel mijn input veel met al mijn platen, allemaal. Ja. En deze is dus gemaakt in de studio bij Bonsai? Ja, inderdaad. Hoeveel studios hadden ze dan eigenlijk? Drie zeker. Wacht, hoe zeg ik nou verkeerd? Twee. Ja,
Volgens mij sowieso twee. Ja, twee. Van achteren de grotere en dan beneden de kleinere. Ja, twee. Ja. Mike zat beneden in de kleinere. Ja. Oké. Okay. Volgens mij hebben we dit al behandeld in Calling Earth, in dat interview, maar je hebt dus Calling Earth en Back to Earth. Dat is ook een beetje... Ah wel, dat is dat wat ik wil bedoelen, daar straks. Ik had zo ook zo met dat ding dat terugkwam, van ook zo met dat Back to Earth. En ik wou dan achteraf ook nog zo van, ja, stay stuck on Earth of Living Earth. Ik wou zo nog verder gaan met die Earth en... Ja, dat is er niet van gekomen niet meer, maar misschien moeten we dat terug oppikken, hè? Wie weet. Ik heb ook heel lang stilgelegen met muziek. Ja. Ik heb heel lang, omdat ik het heel moeilijk had met dat digitaal, omdat ik zoiets had. Vroeger zaten we in de studio ook, hè, in het begin was dat eigenlijk puur plezier, maar om de deur, ja, verdienden we er wat geld mee. Hè, de goede periode met de vinyl. En dan ja, was het eigenlijk ook, zeg het, in het begin, de eerste jaren was dat niet, daarna is dat eigenlijk, omdat dat dan uw job is geworden. Ik had er heel moeilijk mee dat digitaal en ze pikten alles. Dus je stak je tijd en energie erin. Je vond het gelijk op Napster. Ja, zo van die dingen allemaal. En ik had het er heel moeilijk mee. En ik heb heel lang daardoor ook geen muziek niet meer gemaakt. Ja. Daar hebben we, ik heb dat, ja, ik zeg het, ik heb dat al een paar keer zo, dat ze dat vroegen. Ja, waarom, zo lang gewacht voor nemen muziek? Ja, ik had geen goesting meer. Dat was niet motiverend meer. Ja, nice. Plus, ja, ik blijf draaien. Ik heb mijn naam, ik blijf ook mijn naam draaien. Ja. Dus ik had geen muziek nodig. Nee, precies. En nu nog niet, in feite, voor classics, snap je? Mm-hmm. Daarmee, ik ben nu met mijn label, omdat ik zoiets had, ja, ik wil terug nieuwe muziek uitbrengen. En het probleem is ook, als je dan naar een label stapt, zoals bijvoorbeeld Filter Acid of zo, dan moet je een half jaar of een jaar wachten. Om een track uit te brengen, zeg voort. Ik zal mijn eigen label beginnen, dan breng ik uit wanneer ik wil. Wel, ja, ja, maar dat is zo. Ja. Even kijken, op de originele release van Back to Earth staat natuurlijk de original mix, de progressive mix en de rave mix. Ja. Ik dacht al dat de rave mix de original mix was, eerlijk. Ah, nee, maar... Ja. Maar welke versie hebben jullie als eerste gemaakt? Ja, de originele, hè. Ja, en dan de rave mix kwam dan... Ja, uit. Ja. Maar ja, de rave mix is de beste, hè. Dat vind ik dus ook, ja. Back to Earth is een van je grootste tracks en was niet alleen een hit in de clubs, ook in de charts heeft hij zelfs gestaan. Ah, ja. In Duitsland kijk op nummer 54 en in Engeland zelfs twee keer in de charts. Ja, één keer op 63 en één keer op 56. Hey, je moet denken, want dat zijn eigenlijk geen echte... Het zijn geen radioplaat. Nee, daarom, daarmee. Dus dat is dan ook zo... Stel je voor, dat dat nu radioplaten zijn, dan score je misschien veel hoger. Mm-hmm. Maar ik vind dat krap voor zo'n club, underground club toen. Allee, weet je, zo... Mm-hmm. Hey, ook niet mee, ik zat ook niet te denken van muziek te maken voor de radio. Hè. Nee. En ik kan me wel voorstellen dat je dan heel verbaasd was dat je hoorde van... Hey, ja, het zou wel. Ja. Maar zo was er helemaal ook. Maar ja, een plaat wordt commerciëler ook door het draaien van... Ja. Op radio en al, hè. De Rebel in het begin was ook wel maar als ik dat nu... Ja, nu, iedereen kent de Rebel. Allee, toch veel mensen spelen ze op Studio Brussel die vroeger anti waren. Ja. Begrijp je? Dus, ja... Ja, dat alles zo veranderd en evolueert. Maar back to Earth, is hij nog steeds ook op de radio gedraaid in België in die tijd? Ja, maar niet op de commerciële zenders. Nee, eigenlijk zo niet. Dat werd eigenlijk volgens mij niet zoveel gedraaid op de radio. Nee, oké. Buiten misschien enkele, zo die alleen... Per ongeluk. Ja, nee, niet per ongeluk, maar zo wel zenders, die wat specialere muziek draaiden, maar... Ja. Even kijken, ik heb even gezien dat Emily Lenz, die heeft Back to Earth, die draait best regelmatig in haar sets. Best zot, hè? Ja. Ja, maar dat is toch ongelooflijk. Ja. En zoals ik al zei, van... Ja, die platen, ja, die blijven het doen, hè. Dat zeggen ze, dat zijn nee, ja, maar ik heb nog altijd het gevoel, alleen zo, de nieuwe muziek wordt sneller precies vergeten dan die oude platen. Ja. Of ik waar het echt aan liegt, alleen ik weet het niet, alles komt terug zo, en die oude platen ook, en die nieuwe generatie, die dan eigenlijk het nieuw moeten brengen, mm-hmm. Die kwamen terug met die oude dingen en zo. Ja. Allee, goed voor ons, hè. Het zal wel. Laten we wat doen. Ja. Even kijken, vergeleken met de andere twee tracks waar we net interviews over hebben gedaan. Back to Earth, die heeft best wel veel remixen. Skull Project, Public Domain, Renegade System.
Ja, Back to Earth is bijna 25 jaar oud. Ja, ik ga weer die vraag stellen. Wie zou Back to Earth moeten remixen? Goh. Wel. We gaan het anders doen. We zullen... Degene van de nieuwe DJ's, we laten die de remix doen, hè. Mm-hmm. Degene die het nu allemaal spelen. Ja. Voilà. Ja, zijn we uitgepraat. Ja, Emily Lenz. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat die bij een remix komt. Ja. Jij draait zelf altijd de rave mix in je sets, denk ik. Yes. Ja. Beste mix. Ja, dat is echt wel de beste mix. Ja. En dat is ook zo weer een plaats, ja. Ik kan dat spelen wat ik wil. Ik speel dat in een techno set, als je dat werkt. Ja, dat is zo wat die rave sound ook, zo wat die... Ja. Hij ook weer een gimmickje en herkenbaar en ja. Ja. Ja, wel, en dat heb je zo niet met die nieuwe plaat of je ding. Nee. Die hebben niet die ja, precies, die missen net al. Ja, dat extraatje zo. We hebben het net al over DJ gehad. Als je nu DJ vergelijkt, ja, nu met 20, 30 jaar geleden. Ja. Wat is dan voor jou echt het grootste verschil? Minder concurrentie. Ja, nee, het is ook zo, hè. Iedereen draait muziek tegenwoordig. Met het digitale. Ja, omdat er veel goed bij zit, dat is een ander. Maar tegenwoordig, je weet zelf. Tegenwoordig, als je er wat goed uitziet en je staat wat achter de deks wat te zwaaien, dan word je geboekt eigenlijk over de hele wereld. Dat je veel Instagram-volgers hebt. Ja, ook al. Ja. Nee, maar... het heeft voor mij vroeger... Het leuke was, vroeger had ik mijn clubs waar ik heel de nacht draaide en 4-5 keer per week van daar naar die club. Dat was allemaal zo, ik kende iedereen. Dat clubverhaal is ook weg. Ja. Dat is overgenomen door de festivals, volgens mij. Dus dat is een andere wereld. Ja. Die jongeren die gaan liever naar dat dan naar clubs. Ja. Of, allee, ja. Dus, maar ik had zoiets, ja, dat zijn charmes vroeger. De clubs, een eigen volk, een eigen publiek, elke week. Ja. Ja, dat is gewoon een andere tijd. Ja. En België heeft wel altijd echt een hele... Ja. Hele vette clubs hier gehad. Hè? Dat wel. Met... Ja, ik zeg het. Ik heb ook altijd in de graafste clubs in België met mijn ogen gespeeld. Ja. Dus ik zeg het. Ik mag echt niet klagen. Hè. Maar van vroeger en nu ook niet. Hè. Na 37 jaar muziek te draaien, blijf ik nog altijd goed bezig. Dus dat is goed. Hè. Ja, we hebben het vorige interview al een beetje gehad over vinyl. Denk je dat je nog ooit een vinyl set gaat doen? Eerlijk gezegd, nee, denk het niet. Heb je nog wel een vinylcollectie? Of... Ik heb al een deel weggedaan, maar ik heb nog heel veel te staan dat ik eigenlijk toch wel stilletjes zal gaan wegdoen. Oh. Omdat ik eigenlijk, ik heb een paar jaar geleden dat geprobeerd en het is toch allemaal digitaal. Ja. Dat is leuk, die vinyl, maar het pakt zoveel plaats in. Ja. Ik bedoel, ik moet andere dingen wegdoen voor die platen. En ik heb zoiets zo, dat is allemaal graaf en dat is nostalgie. Maar ik heb er niks meer aan. Nee, inderdaad. En hey, alle respect voor de vanille. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat... die vanille voor mij, dat heeft... En wat ik ook wil zeggen is... Ik heb al een deel van mijn vanille weggedaan. Omdat ik wel moest, eigenlijk. Omdat ik had geen plaats meer. En er was een stuk dat leeg moest. En dat moest weg daar. Dus ik had geen kijk. Mm-hmm. Ik wil ook nog een beetje bewegen thuis. Ja, kunnen bewegen. Maar ik had zoiets van... Ik wil eigenlijk mijn platen een nieuw leven geven. Ja. Ik kan misschien iemand anders een plezier mee doen. Ik kan ze niet weggeven. Hè. Ja, ja. Dus stand te koop. Ja, ja. Als je interesse hebt. Ja, ja. Ja, ik zeg dat ook. Dan kun je wel zeggen dat je mooi vinyl hebt verkieft eruit. Nee, maar, voilà. Nee, maar dat is zo. En dat ga ik wel doen. Ik heb heel veel digitaal. Dus van die platen ook niet alles. Mm-hmm. Ook omdat je niet alles speelt. Weet je. Nee. Dat weet jij ook. Hè. In een platenbak. Er zit ook heel veel. Vroeger was dat toch bij mij. Heel veel dingen, ook veel promos en dit en dat. Ik denk soms 30-40% dat ik gewoon niet draaide. Ja. 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 Allee, bij mij toch, hè? Ja, wat dat betreft is op een USB-stickje wel handig, hè? Ja. Ja. Fijn, ja, over vinyl gesproken. In 2022 is jouw eerste artiestalbum, die album, gereleased op een dubbel vinyl. Denk je dat er nog meer oude platen weer een keer opnieuw uitvoeren op vinyl? Van mij? Ja. Ja, maar er zijn er al wat uitgekomen. Dus, ja. En eigenlijk met groot succes. Ja. Dus ja, dat is toch... Van het vorig jaar of is de House of House is toen ook opnieuw? Ja, de House of House ook. En ook extreem drugs en zo. Ja, ja. Dus dat is toch dat ze toch wel willen. Ja. Natuurlijk, die massa's van vroeger, dat is niet meer. Hè? Nee. Maar het is toch wel ongelooflijk dat je ziet
1500 stuks van een plaat dat je dan nog terug kunt verkopen. Ja. Dat zal wel zijn. Ja. Kijk, van al je eigen platen of remix, heb je eigenlijk nog een favoriet? altijd nog een vraag. Oh, dat is een heel lastige. Van mijn eigen? En van mijn eigen platen? Ja. Of, ja. Goh. Ik blijf er toch bij. Een pareltje van mij. Hey, waar ik het meeste trots op ben, persoonlijk, is de House of House nog. Dat is... Ja, ik de Rebel ook wel. En Back to Earth ook. Maar als ik dan tussen die drie moet kiezen, dan gaan we mijn voorkeur naar House of House. House of House. Ja. Oké, okay, mooi. Zijn er eigenlijk artiesten die ooit een keer zo willen remixen? Misschien een ethische artiest? Een ethisch? Ja, misschien, ja. Inmiddels. Goh. Zo, mei, dat is ook de moeilijke, ja. Maat. Er is zoveel. Ja. Abba. Ja. Nee, maar ja. Dancing Queen. Dancing Queen, ja. Waanzinnige plaats. Ja, ja. Ik heb over tijd nog die documentaire gezien. Sorry dat je even zit. Ongelooflijk. Ja, nee, ik hou ook gelijk van muziekdocumentaire. Ongelooflijk. In alle genres, ja. Ongelooflijk, hè. Ja, ja, ja. Dat ook was in die studio's. En, oh ja, mega. Ja, is het. Ja. Nou, super. En dankjewel voor je tijd en succes voor alles. Dankjewel. Alright, that was it. This week's Rock, my interview with Yves de Ruiter and the story behind Back to Earth. Yves, thank you very much for your time. Much appreciated. Thank you for watching. I hope you enjoyed the vlog. If you did, make sure to give this video a like, leave a comment in the comment section below, and very important, make sure to subscribe. Also make sure to click the bell button, because then you will get a notification the next time a new vlog is online. And in case you missed it, I did two more interviews with Yves. In the first one, we spoke about the story behind his classic Calling Earth. And in the second one, you will hear the story behind the Sherry Moon Tracks classic, The House of House. Both interviews are available on my channel already, so make sure to check them out. Once again, thanks for watching, and until next time, bye bye.